Het mooiste plekje van Landgoedhuizen Bergen vind ik denk ik wel dit bordes. Als je boven staat, kijk je recht over de voortuin en het landgoed op. Mijn naam is Kim Geurts en we zijn hier bij Landgoedhuizen Bergen. Landgoedhuizen Bergen is teruggebracht in de originele stijl. Terug naar de tijd van Willem en Charlotte van Beuningen. In 1927 nam Charlotte Ventener van Vlissingen intrek in het woonhuis samen met haar man Willem van Beuningen. Naast het landhuis is er ook een koetshuis, een bloemminderij, een boomgaard, vele kassen en een tuinmanswoning. Charlotte vond het landhuis uiteindelijk iets te strak en heeft ervoor gekozen om de Glimop en Wilde Wingerd langs de gevel te laten groeien. Landgoedhuizen Bergen wordt nu gebruikt als hotel en restaurant. Je kunt hier feesten, trouwen, vergaderen, maar ook overnachten en genieten van een heerlijk diner. Het is eigendom van de Johannes Bosco Stichting. Opbrengsten uit ons hotel komen ten goede aan ideële doelen. De stichting kiest voor projecten gericht op de ontwikkeling van jongeren in Brabant.